Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live gameplay hier op mijn kanaal Jaraski Gaming. Vandaag laat ik jullie mijn persoonlijke Man of War class zien en we gaan hem even doorlopen. De Man of War is een wapen die echt beest is eerste klas. Dit wapen kan echt gewoon mensen heel snel, maar ik ga het heel snel neermaaien. Dat is echt niet gezond. En wat ik erop heb staan, is de Eloscope. Natuurlijk, omdat ik de Iron Sight van de Man of War niet zo fijn vind. Dus de Eloscope propt er een reddotje op. Ideaal, kan je de enemies beter zien, kan je de enemies beter raken. De Stock Attachment, zodat je natuurlijk beter en sneller heen en weer kan bewegen op het moment dat je erin bent gezoomd. Normaal gesproken, als je met een SS Drive inzoomt, dan sta je stil. Maar met de stok kan jij in beweging blijven terwijl je bent ingezoomd. Dus stok attachment op SL Rivals in het algemeen is sowieso heel erg fijn. En ik heb nog eens de High Caliber erop staan, want de Manowar heeft redelijk hoge recoil. Dat houdt omdat het wapen alle kanten op kan schieten. En met de High Caliber heb je soms lucky headshots, wat inhoudt dat je kogel opeens poink op het hoofdje komt en hoor je paats. En dan heb je natuurlijk een headshot, doordat met High Caliber de headshot multiplier wordt verhoogd. Dus High Caliber op de Manowar kan echt heel veel lucky headshots opleveren. Dan hebben we als perks aanstaan de afterburner, zodat ik er natuurlijk lekker in rond kan springen. De flex jacket, zodat je natuurlijk niet gekild wordt door frag grenades of door shamtaxes of door explosieven in het algemeen. De scavenger, zodat we natuurlijk niet zonder ammo komen te zitten, want dan moet je weer wapen van de grond op gaan pakken. En weet je, of je dan wel een chill wapen krijgt, dat weet je maar nooit. Dus ik heb altijd scavenger aanstaan op dit moment. En natuurlijk trackers, zodat je de enemies hun voetstappen kan volgen waar ze naartoe gaan. Dat is vooral belangrijk bij de campertjes, want dan weet je precies in welk hoekje ze gaan zitten. Dus dat is mijn class. We hebben geen derde perk aanstaan. Ik heb namelijk mijn derde perk ingereld voor de Eloscope. Die we natuurlijk als attachment op ons wapen hebben staan. Dus hiermee gaan we een potje starten. Ik hoop dat we een mooie score kunnen gaan neerzetten. Ik hoop dat ik jullie kan laten zien wat de Man of War kan doen in Call of Duty. En dan zeg ik tot zometeen in één domination potje. We zijn in het potje gekomen jongens, zoals je kan zien. Op de map Fringe. Het is Domination, de 6 tegen 6. Ik gebruik de UAV, de Cerberus en de Talon als score streaks. En we hebben natuurlijk de Man of War aanstaan. Ik hoop natuurlijk dat we een mooi potje kunnen gaan neerzetten. Als het zo is, nou, dan is het awesome. Als het niet zo is, dan is het niet zo awesome. Maar we gaan natuurlijk zoals altijd gewoon onze best doen. Dat is echt een standaard route, jongens. Ze komen altijd daar, jongens. Onthoud het alsjeblieft. Er lopen altijd een paar mensen om. Waar ze... Dankjewel. Waar ze daarna naartoe gaan als ze zijn omgelopen, dat is altijd nog de grote vraag, maar... Er lopen altijd een paar mensen om. Dus alsjeblieft, als je de map Fringe speelt, onthoud dat. Want ze komen altijd in je rug namelijk op die momenten. En dat zijn geen chille momenten dat ze in je rug komen, zeg maar. Dus ik heb altijd de standaard openingsroute in elke map, zoals jullie weten. Altijd, elke game, opnieuw en opnieuw. Jezus, wat scheef. En ik weet ook precies wat de weggetjes van de enemies zijn. Dat moet je ook gewoon weten als jij als je Call of Duty speelt. Want anders gaat het niet goed komen namelijk. Ze staat te... Jij bent echt een vieze camper. Je bent een Nederlander. Maar je weet niet waar je linker knokkel zit volgens mij, vriend. Ik ga even proberen te backcreepen. Ik weet niet of hij er nog staat. Loop door, teammate. Loop. Ik gebruik mijn teammate gewoon zodat hij... Zie je, hij zit echt vieze lullo's, jongen. Ik wist het. Ik dacht, hij draait zich misschien om, misschien niet. Maar ik had verkeerd gegokt. Maar je ziet, jongens, hoe sterk deze Man of War is. Het is natuurlijk zo dat jij in Call of Duty... geen toughness meer heb. En daarom heb ik ook die En daarom heb ik ook die prachtige High Caliber erop staan. Want je richt best wel vaak op de hoofdjes met dit wapen. Hij heeft ook best wel hoge recoil. En hoor je weer een headshot. En door die High Caliber kan je ze natuurlijk vele malen makkelijker killen. Op het moment dat je richt met weer eens op dat hoofdje zit. En dat gebeurt heel vaak. Heel vaak met dit wapen. Dus ik heb expres High Caliber erop gezet. Ik heb er ook een Eloscope op gezet zoals ik hem zelf uitspreek. Mensen hebben daar altijd commentaar op, maar... Ik noem het lekker, de Eloscope, ja. Puur omdat ik dit zelf een fijne scope vind. De normale scope, zeg maar, van de Man of War vind ik echt aan de kutkant. En je moet altijd gebruiken wat jij zelf fijn vindt om te gebruiken. En daarom heb ik ook een scope opgezet. Daarnaast natuurlijk de stok. Want ja, weet je, je moet gewoon met een SL Rifle snel heen en weer kunnen bewegen. En via stok kan dat natuurlijk. Omdat, ja, dat je daarbij helpt. Alleen, op dit moment gaan we niet zo goed qua domination punten. Dus als jullie me nu... Ah, hij staat gewoon in ons raampje. Ik dacht dat hij beneden stond. Kunnen we helpen B-vlog kunnen we pakken? Maar dat ging helaas niet door. Dat is echt een hele slome speler, jongen. Die kippenboer. Ja, hij zit nu weer hier midden in de map. Staat hij ergens. Zie je wel. Hij speelt heel traag, die vent. Hoppa, en hier zie je hoe sterk dat ding is.
Dat was High Calibur, jongens. Ik had hulp nodig van mijn teammates. Coole kippenboer stond weer achter de auto. Hij speelt heel langzaam die vent. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom hij een M8 heeft. Want met een M8 kan jij zo langzaam spelen. Met elk ander wapen gaat het lastig worden. Help me nu! Ik heb die vlag, jongens. Ik heb mijn doel. Nu moeten we hem houden. Auw. En die deed pijn. Sorry voor de camp. Sorry voor de camp. Sorry voor de camp. Ik vind het nooit leuk om te campen, man. Maar op sommige momenten, dit was er één van, dan, ja, je moet soms gewoon even campen. Ah, yes, ik heb allemaal streaks. Oké, nice. We moeten gewoon die B-vlag verdedigen, man. Ik heb een Severus. Ik roep hem in, want de ronde duurt nog best wel lang. Zie je, die kippenboer speelt echt slow, jongen. Maakt verder niet uit, hoor. Het is zijn eigen speelstijl, daar niet van. Alleen, het is best wel irritant, omdat hij ook natuurlijk een M8A7 hebt. Dus hij is op zich wel goed bezig, dat wel. Dankjewel, Talon. Er staat weer iemand te campen, hè. Campers horen in de game thuis, hoor. Ik noem altijd iedereen een camper. Ik geef altijd iedereen in mijn team de schuld van dingen als ik zelf dood ga. Maar weet je wat het is? Ik vind dat ook hoort bij Call of Duty. Je moet gewoon altijd iemand anders de schuld geven. Soms zeg ik ook, ja weet je, dat was dom van me. Hier bijvoorbeeld ook. Dit was dom van me dat ik die vent ging proberen te killen. Weet je, ik had beter op iemand anders kunnen gaan focussen. Maar weet je, het hoort gewoon bij Call of Duty thuis, vind ik. Je hoort gewoon lekker andere mensen de schuld te geven als het ware. Ik doe het zelf altijd. Ik weet dat iedereen van jullie het ook doet. Weet je, het hoort erbij, vind ik. Het hoort bij de game. Kut, in mijn rug. Ik had nog wel 2 kills. Weer met een headshot. Je moet echt opletten hoeveel headshots ik maak. Want dat komt door die high caliber. En dat komt door de recoil van dit wapen. Dit wapen, dat gaat best wel alle kanten op. Ik heb er ook geen grip op gezet. Puur omdat ik... Ja, ik... Grip is op zich wel handig soms om te gebruiken. Maar op dit wapen vind ik niet echt dat je het nodig moet hebben. Je hoeft het niet echt per se aan te hebben staan, zeg maar. Scheef. Ik ben dood. Oh, ik leef nog. Nu ben ik dood. Door de enige... Ah, jij hebt me nog niet! Jij hebt me nog niet! Ik moet B blijven verdedigen, man. Ik speel nu zelf ook een beetje slow, Miro. Ah, kom op, boys. Niet B verliezen, teammates. Teammates, daar gaan we weer. Daar gaan we weer met de teammates. Teammate! Oh my god. Deze enemy stond gewoon op de minimap aangegeven, hè. Dus dat was serieus gewoon dom. Oké, lekker. Oké, we hebben de ronde gewonnen. 100 om 97. We staan 40 om 13 op dit moment. Gewoon een mooie score natuurlijk. We staan met 3 punts voor. Dus we moeten sowieso volgende... Oeh, de kill... Oh, nevermind. Geen sniper killcam. We moeten dus sowieso de volgende ronde die B-vlog hebben. Klaar, punt uit. Dat moet. Dat moet. Dus ik hoop dat het gaat lukken. 40 om 13 als score in de eerste ronde. Is gewoon een mooi aantal natuurlijk. Heel veel headshots gepakt door die high caliber die ik natuurlijk op wil staan. En ja, het is gewoon echt een sterk wapen. Ik zei tegen Santino, ik zei, de Man of War is een wapen, hij schiet niet heel erg snel natuurlijk, de fire rate ligt redelijk langzaam, maar het is eigenlijk tik, 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 tik en je hebt de kill. Letterlijk, tik, 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 tik. Als je raak schiet dan, hè. Als je alles mis gaat schieten is een ander verhaal, maar ja, dat doe je zelf helaas. Maar als je gewoon raak schiet is het tik, 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 dan heb je de kill. Tik, 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 5 kogels die je maar hoeft te schieten. Je hebt 30 in het magazijn zitten. Reken maar uit, je kan 6 man killen. Ik moet even die camper in de gaten houden. Oh, teammate ligt er. Achter me. Teammate. Mijn teammate zit... Fuck it. Fuck it. Nu de B-vlag pakken. Nu. Help me. Ik kan het niet alleen. 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 In mijn rug. Let op, in mijn rug. Komt er nu een. Ik wist het. Ik zei het. Ik fucking zei het. Mijn teammates kwamen me niet helpen. Ik kon er niks aan doen. Mijn teammates kwamen me niet helpen. Ik had daar serieus gewoon mijn teammates nodig. Klaar, punt uit. Het is heel makkelijk soms. Als ik daar mijn teammates had gehad... Easy peasy B-cap. Easy peasy B-cap. Maar ze kwamen niet. Ik kan het nog een keer proberen. Gaan we waarschijnlijk nog een keer dood. Headshot. Waar ik niet echt blij mee ben, maar... Kijk, de enemies gaan nu op B. Meer netshot, by the way, boys. Ik ga hem niet pakken nu. Ik ben nu helemaal in mijn eentje. Dat is niet handig.
Op zo'n moment poep ik hem er ook uit. Ik probeer heel vaak die B-vlucht te pakken. Ik probeer altijd het potje te winnen. Maar op zo'n moment poep ik hem er zelf ook uit. Want dan weet ik namelijk dat ik dood ga. Zie je hoe sterk die is? Zie je hoe sterk die is? Dat is dus precies wat ik bedoel met dit wapen. Dat was precies wat ik bedoelde met dat wapen. Ik had nog maar een paar kogels in mijn wapen. Geen probleem. Je knalt er nog twee mensen mee af ook. Ze hebben dus weer in de map gooien. We moeten die B-vlag hebben, man. We moeten nu al zelf gaan focussen op die B-vlag. Zit één iemand kaart te campen. Dankjewel, Talon. Nu. Nu is het goede moment. Dit is het goede moment. Help me. Zit één enemy naast me. Die moet mijn team oppakken. Komt er hier nog eentje. Nu. Ja, 3 capture kills en de vlag. En we hebben de vlag. Top. GG. Was een goede vlagcap. Dat was een goede vlagcap, man. Nog een Cerberus inroepen, zo. Wat er hier achter de muur heen. Ah, lucky fucking bastard, jongen. Als die Hunter killer niet had gelopen, was hij dood geweest, jongen. Nice, man. Oké, 2 Cerberus in de map. Altijd lekker om die dingen te hebben rondrijden, man. Ze doen namelijk best wel heel veel. Teammate, kijk op je map. Goed zo. Ah, jammer. Goede kills, jongens. Goede kill. Kippenboer is bij de weg front voor Clash. Hij is er nu wel op af aan het rennen. Want hij is nu geswitcht naar de VNP. En je ziet gewoon zijn speelstijl veranderen. Dus het gaat meestal ook automatisch. Moet ik wel... Cerberus, wat de fuck ben je aan... Cerberus schiet door de muur heen! ik moet wel toegeven. Het is meestal ook... het wapen dat je gebruikt. Die de... manier van je speelstijl beïnvloedt. Want hij gebruikte net de M870, die kippenboer. En daardoor begon hij ook langzaam te spelen. Nu heeft hij, zoals je ook al zag nu, de VNP gepakt. En is hij dus sneller gaan spelen. Puur omdat hij een ander wapen heeft. En dat hoeft niet per se aan zijn speelstijl te liggen. Maar puur aan het wapen dat hij gebruikt. En zo zie je dat een wapen, maakt niet uit wat voor wapen, gewoon invloed kan hebben op de manier waarop je speelt. En dat is best wel iets om over na te denken in de game. Oh my god, get wrecked, ouwe. Fucking hell, hey. Die vent is wel echt gerekt. Sorry, kut, span in mijn rug. Au. Ze hebben B, hoe krijgen ze B dan? Fuck! Teammates! Dank je! Fucking hell, hey. Dank je nu op B. Oh, we hebben B al. Oh, ik wou B pakken, maar we hebben hem blijkbaar al. Oké! Okay. Ik zeg niks meer. Ik heb niks gezegd, jongens. We hadden B blijkbaar al. Kom maar. Zit er eentje in het raampje. Zit er eentje in het fucking raampje van hem. Kut. Ik kan heel veel niks doen nu. Nu kunnen we weer. Weet je wat, ik ga gewoon C pakken. Ik heb weer de Talon, ik heb weer alles. Hoppa, we gaan hard, jongen. We gaan echt heel hard. Die Man of War, wat een beest van een wapen, jongens. Echt niet geloven. Ah, goeie. Het connect karm, goeie. Goeie van je, jongen. Was het goed? Dan heb je goed ingekald daar. Dat was een mooie van hem. Je moet wel echt met dit wapen leren omgaan, by the way, als je hem goed wil gebruiken. Sorry vriend, ik ken een spanstem uit mijn hoofd. Het spijt me. Het spijt me, ja, dat ik een spanstem uit mijn hoofd ken. Sorry hoor. Oh. Zo speel je een potje, jongens. 89-21, 10.640 punten. Holy fuck, is frieten, jongen. Echt waar, die Man of War is echt een beestwapen. Echt een beest. Oh, die Turndo. Echt een beestwapen. Eén kogeltje. Bijna gewoon 100 kills gehad. Als ik andere scorestreaks aan had gezet, dan had ik waarschijnlijk de 100 kills kunnen halen. En Kippenboer, die was een beetje aan het campen aan het begin. Geen probleem, weet je. Dat hoort bij die M8 ook wel, want je kan er die kaart mee op afrennen. Maar goed gespeeld. Goed gespeeld, Kippenboer. Goed gespeeld. Was een mooi potje. 25 defense, 5 captures. Voornamelijk op de B-vlag natuurlijk. En dat was netjes. Was netjes. Man of War, jongens. Daar heb je hem. Dus allemaal bedankt voor het kijken. Vergeet het video natuurlijk niet te liken als je hebt genoten. En tot de volgende keer, mensen. Bye bye.